Hoi, ik ben Amanda en vandaag ga ik jullie het verschil vertellen tussen plexiglas en echtglas. Wij kregen namelijk vaak de vraag wat het verschil is tussen plexiglas en echtglas. Dit doe ik aan de hand van een aantal voorbeelden. Het grootste verschil tussen plexiglas en echtglas is de helderheid. Plexiglas heeft van nature een blauwe tint en diamantglas een groene tint. Het heeft veel te maken met het beeld wat je uitkiest. Heb je bijvoorbeeld een beeld met veel zwart-wit, dan komt het plexiglas mooi tot zijn recht. Het blauwe tinten van plexiglas zorgt ervoor dat de zwarte wat scherper wordt. Echt diamantglas heeft een gepolijste rand. Dit zorgt voor een luxe uitstraling. Plexiglas heeft een scherpe rand. Ook goed om te weten is dat plexiglas 2,5 keer lichter is dan echtglas. Het is daarom belangrijk om te weten waar je het schilderij neerhangt en of de wand wel de plaat kan dragen. Houd er rekening mee dat plexiglas kan gaan werken bij warmteverschillen. Wij adviseren daarom altijd een aluminium frame achter uw werk te plaatsen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Wist je trouwens dat plexiglas een merknaam is, net zoals Perspex? Het wordt ook wel eens PMMA en acrylglas genoemd, maar eigenlijk is het een kunststof. Wij vinden het erg belangrijk dat de beelden spreken en de kleuren krachtig zijn. Daarom werken we met een professioneel color management systeem. Ook printen wij met 130% meer inkt. Werken wij met een primer voor een nog betere hechting en een spiegelbeeld om het beeld nog beter naar voren te laten komen. Wij hopen dat wij de keuze voor plexiglas en echt diamantglas hebben kunnen vereenvoudigen. Dus heeft u vragen, neem dan contact met ons op.